De politieke elite heeft de mensen in de steek gelaten. Vlamingen zien angstig toe hoe ze de tradities van onze voorouders langzaam laten verdwijnen. Ze kunnen onze pensioenen of onze sociale zekerheid misschien onder druk zetten. Ze kunnen ons rechtssysteem misschien laten ontsporen. Maar wat ze niet kunnen kapot krijgen, is onze wilskracht en onze fierheid. Soms lijkt het alsof het zinkend schip niet meer gered kan worden. Maar niets is minder waar. Ons grootste tijdperk moet nog beginnen. Ondanks immigratie, ondanks globalisme, ondanks dat alles, de tijd toch nog kan gekeerd worden. Want wij houden van ons land, ons volk, onze kathedralen en ons erfgoed. Ons land is een juweeltje dat we gekregen hebben van onze voorouders. We zullen er zorg voor dragen tot onze laatste adem en dan doorgeven aan de volgende generaties Vlamingen. Het is onze plicht als trotse Vlaming en als Europeaan. Enkel samen kunnen we op 26 mei onze boodschap luider en krachtiger dan ooit weer laten klinken. Een boodschap die onze mensen opnieuw op de eerste plaats zet. Ook dat is de inzet op 26 mei. Ze hebben ons genegeerd, ze hebben ons uitgelachen. Maar zie ons hier staan, met rechte rug, het hoofd omhoog en de blik op de toekomst. De politieke elite in dit land heeft ons Vlaams-Belangers niet klein gekregen. Dat, beste vrienden, zijn de mensen waarvoor wij hier vandaag staan. Het Vlaams-Belang moet de regering in, omdat het gewoon zo niet verder kan. Sommigen zeggen dan, jullie hebben gelijk, maar het is misschien te laat, Tom. Wel, beste vrienden, voor ons is het nooit te laat. Wij zullen blijven vechten voor ons Vlaanderen en onze Europese beschaving. Het gaat op 26 mei over de gewone man die zich verzet tegen het politieke establishment. Over 8 dagen kan u hem de rekening brengen. Wie zijn wij als we onze beste vrienden in de steek laten? Wat er ook gebeurt, zij zullen ons nooit in de steek laten. En een warm Vlaanderen is een Vlaanderen dat ook aan hen denkt. Daarom maakt het Vlaams Belang er ook zijn missie van om er voor onze trouwe viervoeters te zijn. We gaan voor de uitbreiding van dierenasielen, strenger optreden tegen dierenmishandeling en een verbod op broodfokkerij. Geef een stem aan de stemlozen. Ook dat is de inzet op 26 mei. In 2006 stond ik mee aan de wieg van het ontstaan van de N-VA hier in Goik. Maar mijn hoop op de echte verandering, de verandering met de grote V, die bleek snel een teleurstelling te zijn. Na de verkiezingen van 2010 was duidelijk dat N-VA Vlaanderen niet zou veranderen. Naderhand heb ik dus heel bewust mijn stap naar het Vlaams Belang gezet. Ik was werkzaam op het kabinet van Geert Bourgeois en ik ben overgestapt naar het Vlaams Belang. Nu, 5 jaar later, we zien geen onafhankelijke Vlaanderen, zelfs geen confederalisme. Af en toe brengt Bart Wever dan nog eens ten berde, maar het zal daarna weer in de koelkast gaan. Kijk, is dat wel wat de N-VA-kiezer wil? De spreekwoordelijke druppel was wel het Marrakesh-pact. Bij de N-VA heb ik eigenlijk vooral voor mezelf echt opgekomen. Ik ben vaak op matje geroepen omdat ik dingen deed waar zij van vonden dat dat eigenlijk niet de bedoeling is. Zoals de mars in Ninove, de mars tegen Marrakesh.
Ze hebben mij een paar keer gezegd dat ik daar absoluut niet aanwezig mocht zijn, want zo moest dat niet naar buiten gebracht worden. Maar ik heb zoiets, als je daarachter staat, dan moet je daar wel aanwezig zijn en allemaal je woord laten horen. Ik heb voor het Vlaams Belang gekozen omdat ik weet dat een stem voor het Vlaams Belang een stem voor het volk is. Een stem waarnaar geluisterd zal worden. Echte verandering gebeurt niet door een partij te worden zoals alle anderen. Je moet luisteren naar je kiezers en je achterban. Trouw blijven aan je principes en je programma. Echte verandering gebeurt alleen maar met het Vlaams Belang. Afspraak op 26 mei. Eerst onze mensen. Binnen enkele uren kiest u welke koers Vlaanderen zal varen. Zeilen we naar links, dan zeilen we naar nieuwe belastingen en verdrinken we in de massa-immigratie. Als zeilen we richting de N-VA, dan is het varen in een zee van besparingen in een wereld waar het ieder voor zich is. Beide zijn voor ons onaanvaardbaar. Op 26 mei zullen we samen een nieuwe koers kiezen. Een koers die onze mensen op de eerste plaats zet. We staan hier vandaag met de rotsvaste overtuiging dat het tijd is voor een partij die onze mensen beschermt. Dat het hoog tijd is voor het Vlaams Belang. Ik dank u. Eerst onze mensen. Deze verkiezing ging over onze mensen. Eerst werden we genegeerd. Dan werden we uitgelachen. Dan werden we bestreden. En dan wonnen we. En hoe dat we gewonnen hebben. Vandaag is dus geen zwarte zondag, maar een zondag van hoop. Laat vandaag de dag zijn dat het gedaan is dat er twee soorten kiezers zijn. Kiezers naar wie geluisterd wordt en kiezers naar wie niet geluisterd wordt. Beste vrienden, in een democratie telt elke stem. En wij reiken de hand naar één ieder die een beter Vlaanderen wil. Wij zullen pragmatisch en respectvol zijn. Wij willen hier vandaag onze verantwoordelijkheid opnemen. Vanavond gaan we heel goed vieren, want we hebben keihard campagne gevoerd. En denk eraan, eerst onze